Ja, dankjewel. Welkom nogmaals. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij gaan verder met het verhaal over hoe het is om te starten vanuit verschillende werkvelden, verschillende achtergronden in de informatiebeveiliging. En we willen eigenlijk graag beginnen met een introductiefilmpje. Ik hoop niet dat ik Leo nodig heb. Ja. En daarom willen we het verschil aangeven tussen de generaties. Libraries. Are these the ones that take floppy disks inside? I have no clue what year this is from, but I feel like this is before I was born. That one, I think, right? That's just the monitor. Oh, shoot. My dad is gonna be so proud of me right now. It's a lot louder. A lot more beeps. It's prehistoric. It really is. It's an old dinosaur. Oh. Okay. It's very blank. I feel like there's really nothing going on. Just Internet Explorer and Inbox and all this other stuff. Like the basic stuff. So let's go online through a 10-year-old browser and open it. We can get online on this? Well, the internet won't work because there's no Wi-Fi on Windows 95. What? So how do I get online? It's scary to think that Wi-Fi is like so vital to us now. Ja, hier zie je een vijftal Amerikaanse scholieren van een jaar of 17 die voor het gevoel wat je creëerde eigenlijk bij jezelf middels dat wachtwoord eraan. Dat euforisch gevoel, dat willen we eigenlijk constant terugzien in ons werkveld. We willen constant die euforie opzoeken waarmee we bezig zijn om constant weer die drive te krijgen om verder te gaan. Neem bijvoorbeeld een website. En binnen die website heb je verschillende parameters, heb je verschillende waardes. En in die website kan je allerlei dingen aanpassen. Voor het ongetrainde oog lijkt dit iets wat gewoon moet doen, een website. Maar voor onze security specialists, of security professionals, is dat iets heel anders. Wij kijken naar die parameters, wat net al eerder aangegeven is. Kijken op een hele andere manier. We gaan verschillende waardes proberen, we gaan positieve waardes proberen, negatieve waardes. En op een goed moment reageert het systeem daarop en het doet iets waar het niet op berekend is. En op dat moment voel je net alsof je een heel leger aan programmeurs hebt verslagen. Of op je een moeilijke wiskundige formule hebt opgelost. En die euforie, dat gevoel, dat vinden wij heel erg belangrijk, omdat het namelijk hand in hand gaat met passie. Ja, ook ik ben zo begonnen in de informatiebeveiliging. Ik denk dat iedereen het scherm wel kent van MSN Messenger. Dat was aan het begin van mijn middelbare schooltijd. Toen heb ik ook wel eens geprobeerd een wachtwoord te raden. En wat eigenlijk wel grappig is, is dat veel mensen probeerden een moeilijk wachtwoord te verzinnen, want dan was je veilig. Maar met MSN en met Hotmail heb je één geheime vraag die je kon invullen. En die geheime vraag, wat is je favoriete automerk of wat is de meisjesnaam van je moeder? Hele makkelijke vragen en de meeste mensen vullen daar ook echte antwoorden in. Dus door te raden of te gokken of soms door zelfs te vragen, eigenlijk door social engineering, kon ik dat wachtwoord raden. Nou, dat euforische gevoel alsof je het winnende doelpunt scoort, dat herken ik daarin. En ander voorbeeld is dat, ja, nu is dat steeds meer verplaatst naar dark web. Maar ik denk dat een jaar of 10 geleden de meeste virussen informatie daarover ook gewoon op internet te vinden was. Dus ik had een programma gedownload en die stuurde ik rond naar vrienden of naar klasgenoten. En ook via MSN ging dat. Er was nog geen bestandsvalidatie of nog geen virusscanner ingebouwd of dat werd nog niet herkend. Dus de meeste die openden klakkeloos dat bestand. En dat bestand, dat was een virus. Ik zei dat het een spel was en iedereen was erg goed gelovig. En als je dat dan opende, kon ik je MSN-naam aanpassen of de cd-speler open laten gaan. Dan had ik vaak de grootste lol, in mijn eentje dan. Maar ja, naarmate mijn middelbare school vorderde, kwam ik er wat meer achter wat goed is en wat fout is. Dat morele kompas ontwikkel je naarmate je ouder wordt.
En toen ben ik begonnen met de opleiding particulier digitaal onderzoeker, een mbo-opleiding. En tijdens die opleiding leer je wat zijn de mogelijkheden die een hacker heeft, wat zijn de consequenties, ja, wat kan een hacker allemaal teweeg brengen. Vanaf jongs af aan ben ik eigenlijk al begonnen met hacken. Zoals jullie misschien wel hebben gezien op de PVB-pagina, ben ik daar al een tijdje mee bezig. Ik probeer eigenlijk mijn spreekwoordelijke draai te vinden binnen het hacken. En ik wist nooit zo goed wat ik moest doen in mijn hobby, anders dan buiten spelen vond ik ze heel leuk. Ik heb als voorbeeld dat ik op een dag een SQL-injectie had gevonden op een website. En deze website was op het oog best wel een belangrijke website. Ik weet nog niet of ik het helemaal moet uitleggen met de KLPD hier in de zaal. Maar goed, dat daar gelaten. Dit was een belangrijke website en deze had de nodige maatregelen genomen om gasten zoals ik buiten de deur te houden. En deze hadden dan een web application firewall. Dus, en allemaal mooie poespassen erop. En op een goed moment daar veel proberen, kwam ik op een goed moment door die web application firewall. En daarna mijn SQL-injectie uitgevoerd te hebben, ging ik steeds dieper en dieper in het systeem. En kwam ik op een goed moment het database te zien. En toen had ik zoiets van, oké, ik ben misschien iets te ver gegaan. Want de data die in de database stond was van dermate belang eigenlijk, best wel belangrijk. Ik zou daar bij wijze van spreken een hoop geld aan kunnen verdienen als ik dat zou hebben verkocht. En vanaf dat moment ben ik eventjes van schrik mijn handen van mijn toetsenbord af laten gaan en ik moest even bijkomen van wat ik nou weer gedaan had. En na eventjes even op adem gekomen te zijn, ben ik tot bezinning gekomen en ik heb mij bedacht om deze toentijd nog even op de webmaster te mailen. En ik heb de webmaster gemaild met daarin wat ik heb gedaan. En hoe ik dat heb gedaan en hoe wij dit kunnen oplossen. Nu was 1 week voorbij gegaan en ik was behoorlijk bang. 1,5 week was voorbij gegaan en ik had nog steeds de paniek in de broek. En ik wist niet of ze überhaupt mijn mailtje hadden gelezen. Dus ik stuurde nog 1 mailtje achteraan kijken of er überhaupt even wat beweging in de zaak komt. 2 weken later, nog steeds geen gehoor. Dus ik denk, ik ga zelf nog even kijken of het opgelost is. Kijken of ze misschien geluisterd hebben op mij. En dat hadden ze. En dat was awesome. Maar ik heb daar weliswaar geen mails op gekregen, maar ik voelde me wel gehoord. En dat was eigenlijk het punt wat ik wilde bereiken in mijn leven om verder te komen in het hacken. En toen op een goed moment ben ik mijn mbo-opleiding gaan volgen. MBO, systeembeheer en PDO, dus particulier digitaal onderzoek. Eigenlijk kwam een particulier digitaal onderzoek iets wat later op. Ik heb eerst 2 jaar systeembeheer gedaan en toen was het helemaal hip om particulier digitaal onderzoek te worden. En ik wilde dat eigenlijk wel, wilde daar meer op gaan focussen, omdat ik meer wilde gaan leren. Maar ik kwam er al gauw achter dat ik iets wat verder was dan mijn klasgenoten. En dit om de reden dat ik daar al een lange tijd hobbymatig mee bezig ben. Uiteindelijk heb ik voor deze allebei mijn diploma behaald en succesvol afgerond en ben ik op een goed moment gaan werken. En ik ben gaan werken in een niet-IT gerelateerd bedrijf, maar wel altijd nog hobbymatig mijn passie mogen uitvoeren. Vanaf dat punt ben ik op een goed moment aan de ommekeer gekomen en wilde ik verder gaan binnen het hacken. En ik dacht bij mezelf, shit. Ik ben eigenlijk best wel semi-stom geweest. Ik heb mijn opleiding ervan gemaakt of geen HBO gedaan. Ik had ook niet echt een HBO gevonden die echt gewoon puur op hacking gefocust was, want dat wilde ik eigenlijk alleen maar doen. Dus moest ik een certificaat gaan halen. En dit certificaat, zoals ook eerder besproken, heb ik het CEH-certificaat gehaald. 4 dagen ploeteren, de laatste dag een toets. 7 kleuren, alles overal. Maar ik heb het gehaald. En op een goed moment ging ik solliciteren. En ik was aan het solliciteren in Duitsland. In Duitsland wilden ze me hebben, in Nederland wilden ze me hebben. Maar ik was op zoek naar een bedrijf dat diezelfde passie kon uitdragen als dat ik in mij had. Die passie voor hacking, die passie om meer te kunnen weten van je vak.
Op een goed moment kwam ik bij mijn huidige werkgever terecht. En ik heb daar mogen spreken met een medehacker. En dat was uiteindelijk mijn baas geworden. En daar was zo'n instant klik mee. Is dat ik eigenlijk, nou ja, ik sta hier niet als profeet voor het bedrijf, maar daar eigenlijk wel verliefd op ben. Na het tweede gesprek mocht ik kennis gaan maken met mijn collega's. En waaronder ook dit figuur dat naast mij staat. Grapje. En ik zag op een goed moment dat die gasten die dezelfde passie droegen als ik. Diezelfde vuur voor je vak. En die enthousiasme en doorzettingsvermogen om verder te komen in het leven. En nog beter te worden dan de dag dat je gisteren was. En op die manier daar ben ik ook Stefan tegengekomen. Ja. Ik heb eigenlijk in hetzelfde dubio gezeten als Rafael. Wat we eigenlijk met dit plaatje willen laten zien. Na de opleiding particulier digitaal onderzoeker, wat we overigens niet op dezelfde school en hetzelfde jaar hebben gevolgd, ben ik ook gaan twijfelen. Wil ik doorgaan? Wat is je diploma nou waard? Of hoeveel weet je nou eigenlijk? Dus toen heb ik ervoor gekozen om verder te gaan met de HBO-opleiding Information Security Management aan de Amersfoortse Hogeschool. En mijn passie was niet alleen om te gaan hacken. Wat die van Rafael wel was, en daar waren toen ook een stuk meer de opleidingen te vinden. Maar wat Rafael aangeeft over het leren in de praktijk en het beoefenen van je beroep, heb ik tijdens mijn opleiding kunnen doen. We hadden echte scenario's, echte opdrachtgevers en dus ook echte problemen. En wat je leert tijdens die opleiding, zo heb ik het ervaren in ieder geval, je leert een bepaalde denkwijze aan. Want je bent bezig met een stukje business continuity management, social engineering, forensics. Het is maar net waar je in wil specialiseren, maar je leert een denkwijze aan. En vandaar dat ik ook in de uitnodiging van PVB deze spreuk heb gezet. Wat ik nu merk is dat er nog heel vaak vanuit het risicoperspectief wordt gedacht. Dus we moeten op de rem trappen. Stel dat we niet meer veilig zijn, hoe gaan we dat oplossen? En wat Oscar aangeeft, van ken je die problematiek van een heel bedrijf wel? Want als IT-afdeling sta je soms met de rug tegen de muur. En ik denk dat daarom heel erg belangrijk is dat je vanuit het kansperspectief denkt. Dus hoe kunnen we informatiebeveiliging als business enabler gaan gebruiken? En hoe kunnen we het bedrijf hiermee helpen door veiliger te worden? Dan gaan we naar het stuk met of zonder opleiding. En zoals jullie het verschil hebben gezien tussen Stefan en ik zonder een opleiding, maar wel met een certificaat, en hij met een HBO-diploma, vind ik in mijn perspectief niet zozeer dat het verschil zit in een geschoolde of een ongeschoolde. In mijn optiek is het meer in wat voor passie jij meedraagt met je vak. Wat voor passie jij hebt voor je vak en buiten het leren en het delen om. Hoe belangrijk dat wel niet is om daarin door te gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is dat wij waren bezig met een vulnerability assessment voor een klant. En mijn baas zei tegen mij, dus de lief Axel, die zei tegen mij op een goed moment van ja, waarom nodig jij deze gast niet uit om een dagje mee te kijken? Om een dagje te proeven hoe wij dingen doen, hoe jij de boel eigenlijk aan het hacken bent. Met gezonde spanning zei ik ja. Zo gezegd, zo gedaan, uitnodiging verstuurd en zoals een goede hacker betaamt, ben ik deze persoon eerst gaan uitzoeken. Dus wie is deze gast? Waar heb ik mee te maken? En het bleek een systeembeheerder te zijn van dit bedrijf, een topgast. En ik kwam op drachten dat hij hield van gamen, dus we hadden al common grounds om over te kletsen. Misschien wel gisteren tv gekeken, game League of Legends. Dat spelen we allebei heel enthousiast. Nog steeds contact. En op een goed moment, hij was daar op de desbetreffende donderdag. En nou ja, een heerlijke start. En de middag naderde en hij zei op een goed moment tegen mij van Rafael, wat gaaf dat ik dit met jullie mag doen. Ik heb een hele andere manier, ben ik aan gaan leren van denken. Het out of the box nadenken. Het, wat ik al eerder aangaf, het vorm kunnen bekijken op een hele andere manier. En daar genoot hij van.
En op een goed moment, omdat wij die passie samen deelden eigenlijk om meer te weten en omdat ik het ervan hou om mijn passie ook te delen, om mijn kennis te delen, ging hij mij op een goed moment vragen aan het einde van de dag, mag ik jouw nummer? Mag ik jouw persoonlijke informatie? Waarop ik zei, geen probleem. Ik zeg maar, waarvoor dan? Hij zegt, nou, mijn zoon die wil een hacker worden. Oké, dat is geen probleem. Maar een hacker is iedereen. Iedereen is een hacker. Het gaat om de mindset. Zodra je je mindset verandert, ben je een hacker. Het gaat niet zozeer om de skills die eromheen zitten. Die leer je vanzelf middels je passie. Daar ga je steeds beter in worden omdat je van je vak houdt. En op een goed moment dacht ik bij mezelf, dit is eigenlijk een grote compliment dat ik eigenlijk gedacht heb. Want ik mag nu dus nu mijn kennis gaan delen. Ik mag mijn kennis gaan delen met zijn zoon. En wat is zo belangrijk aan delen? Als ik naar mijzelf kijk, hoe ben ik gekomen op het punt waarbij ik nu ben gekomen? En dat is door de doorgewinterde IT'ers die hier zitten. Die hebben allemaal voor mij hun traject neergezet op papier, zo dan niet op het internet, hun obstakels, hun problemen. En daar waar ik dan van mocht leren. En dat vind ik er dus mooi van, dat ik dat ook weer mag doorgeven aan de jongeren die weer gaan komen. Dat klinkt oud, maar de jongeren na mij. En want het stilstaan is echt het achteruitgaan binnen die omgeving, want de IT is constant aan verandering onderhevig. Ja, en daarbij past denk ik ook heel goed naast die passie die je nodig hebt het e-competence framework. En wat grappig is, ik kwam er vanmiddag met Fred achter dat we een paar slides hebben die redelijk op elkaar lijken, terwijl we het los van elkaar gemaakt hebben. Maar het e-competence framework is zoals Fred had aangegeven in tweeën gedeeld. De ene kant is de informatierisicomanagement en de andere kant ICT security. Dus ik zie zelf het verschil tussen de beleidsmatige kant en de technische kant van informatiebeveiliging. En daarbij de vier functieprofielen, de CISO, de ISO, de ICT security manager en ICT specialist. En daarna heb ik nagedacht van ja, wat betekent dat e-competence framework voor mij? Of wat heb ik eraan als informatiebeveiliger. En ik ben op het volgende gekomen. En dat lijkt ook weer op de slide van Fred, dus dat sluit goed aan. De consistentie binnen het vakgebied. Er zijn een hoop functienamen, profielen, rollen, noem maar op. En heel veel lijken op elkaar, terwijl ze een andere naam hebben. En andere zijn misschien totaal verschillend. Dus de risk manager, de risk officer, de compliance manager, de ethical hacker, noem maar op. Dus dat e-competence framework draagt denk ik bij voor, aan een stukje consistentie binnen het vakgebied. Daarnaast, wat zou het voor mij betekenen? Een stukje groei. Door dat framework kan je zien van, hey, op welk niveau moet ik zitten om, of op welk niveau zit ik nu? En welk niveau heb ik nodig om hoger op te komen? En daar hoort een stukje opleiding bij, wat voor scholen en andere opleidingsinstellingen denk ik heel goed gebruikt kan worden. Ze kunnen de studenten meer richting geven. Welke kant ga ik nou precies op met deze opleiding en wat betekent dat later in het werkveld? En bedrijven en medewerkers hebben daar hun profijt aan. Want als je dit koppelt aan vacatures, kan je jezelf ook veel beter peilen wat je nou precies gaat doen straks. Nou, ik heb hier een aantal competenties opgeschreven. Aan de linkerkant zie je de wat meer algemene competenties ook binnen het vakgebied, zoals integriteit, analytisch, communicatief. Dat heb je denk ik nodig, ongeacht of je een CISO of Information Security Specialist bent. En de rechterkant is wat meer afhankelijk van welk profiel je doet. Dus de CISO zal misschien niet weten hoe aanval uitvoert. En de ethical hacker zal misschien niet weten ja, hoe de organisatie precies in elkaar zit. En die wil iets veilig maken. Misschien kost dat te veel geld. Of misschien is daar een heel opleidingstraject voor nodig voor de ontwikkelaars. En zo kan je samen, denk ik, een organisatie een stuk veiliger maken. Buiten wat Stefan net al aangaf, vind ik het belangrijk buiten je
vakcompetenties, hè, buiten misschien voor een ethical hacker als ik, of voor een hacker, om de mens eigen competenties mee te tellen. In dit geval zie je daar vakmanschap, creativiteit en probleemoplossing. De andere is nog een leeg vak, maar daar kom ik zo dadelijk op terug. Vakmanschap vind ik staan voor het professionele worden in je werk, het beter worden in je werk, zoals ik al eerder zei, beter dan gisteren. Het ontwikkelen in je vak. En creativiteit, dat gaat voor mij gepaard met out-of-the-box denkvermogen. Het een formulier anders kunnen benaderen dan dat anderen het zien. En probleemoplossing te werk gaan, uiteindelijk in ons vak, zijn wij constant bezig voor de klant. En middels die kennis die je op zak hebt, middels ervaring die je jarenlang hebt opgedaan, kan je dat bij de klant makkelijker neerleggen en makkelijker uitleggen. En als laatste, oordeelvorming die op bevinding op basis van feiten gegrond is. Omdat je namelijk door jouw ervaring, expertise, er feitelijk, nou ja, dat neer kan leggen bij de klant. Dus eigenlijk constant moet gaan sparren met de klant op jouw basis van jouw kennis. Ja, tijdens deze presentatie willen we in het midden laten of het volgen van de opleiding nou wel of niet belangrijk is. We zijn uiteindelijk op hetzelfde punt terechtgekomen op een andere manier. Maar ik denk wel dat als je een opleiding volgt, zorg dat je een goede opleiding volgt. Ook de conclusie van Oscar. En zorg dat je van elkaar blijft leren. Dus het doorgeven van de informatie, die passie die we gezamenlijk hebben voor het vakgebied, ook dat we hier allemaal vanavond zijn, maak daar gebruik van, zodat we samen verder kunnen komen. En wat daarin denk ik een belangrijke doelstelling is, om gezamenlijk informatiebeveiliging bedrijfseigen te maken. Mochten jullie zo nog vragen hebben, in de pauze lopen we hier ook rond, of wellicht straks tijdens de paneldiscussie. Dankjewel. Ja, Stefan en Rafael, dankjewel.